Ja, maar dan mensen, welkom terug bij een nieuwe video. En ik moet je zeggen, dit is echt het smerigste team wat ik ooit gemaakt heb. Een team vol verraders. Moet je nagaan, hè, dat sommige spelers een club hebben verlaten waar ze groot zijn geworden. Zonder ook maar een enige kloot om te geven. En voor wat? Voor een beetje geld? Laten we maar gauw op goal beginnen. Op goal hebben we deze Man United legend, lieve mensen. Sloot zijn carrière af bij Manchester City. Een van de weinige spelers, denk ik, die zo'n transfer kan maken en nog steeds een legend is bij Man United. Leuk feitje over Peter Schmeichel is dat hij nog nooit een Manchester derby heeft verloren. In de jaren dat hij bij Man United zat, was Manchester United deed dit. Zo, bij City. En in de jaren dat hij bij City zat, 2 jaar, heeft hij een keer gelijk gespeeld en gewonnen. Door naar de linksback. Op de linksback hebben we een Derby County boy staan, Max Lowe. Hij heeft 7 jaar voor Derby County gespeeld. En als je voor Derby County hebt gespeeld, dan kan je niet naar Nottingham Forest gaan. Nope. Dat is gewoon no done. En naast Lowe hebben we Sol Campbell. Sommigen zeggen de grootste Judas in de voetballerij. Kwam door de jeugdopleiding van Tottenham Hotspur. Speelde 9 jaar, werd club captain. Won met Tottenham de League Cup. Tottenham bood Campbell een contract aan, wat hem in 1 keer de best betaalde voetballer in de Premier League zou zijn. En Tottenham deed gewoon in de persconferentie, ja, is goed, ik blijf al. En 1 keer, bam, hij joined Arsenal. De grootste rivalen toen de tijd. Dat kan je toch niet maken. Naast Campbell hebben we Mats Hummels staan. Hoewel dat in Duitsland het anders wordt gezien dat je van Dortmund gewoon zomaar naar Bayern mag, vind ik dat best wel raar, zeg maar. Als je goed, te goed bent voor Dortmund, ga je naar Bayern in Duitsland. Zo werkt dat toch niet? Door naar de rechtsback. En rechtsback hebben we Cashley Cole staan, lieve mensen. Onderdeel van de Invincibles, net zoals Campbell. 9 jaar lang bij Arsenal. En Chelsea bood hem een contract aan wat net wat meer lucratief was. Hij heeft trouwens de meeste FA Cups gewonnen van iedereen. In de historie van de Premier League. 7 geloof ik. Maar ja, wel gewoon bij Chelsea de Premier League gewonnen. Dus is het dan waard, vraag je af. En we gaan het Engels houden, of toch niet? Declan Rice. Of toch niet? Jack Grealish. Kijk mensen, weet je hoe het werkt in een voetbal? Je kan jezelf niet beter vinden dan een land, ja? Dus stel je voor, hè. Je hebt veel Nederlanders hier die een Antilliaanse roots hebben. Bijvoorbeeld een Anita of zo. Als je niet goed genoeg bent voor Nederland, ga je dan voor je Antilliaanse roots spelen. Maar je kan niet, zeg maar, voor Ierland beginnen, wat ze allebei hebben gedaan. Jezelf beter vinden dan het land. En dan voor Engeland uitkomen. Dat is, dan krijg je heel wat land achter je aan, man. Dus ze zijn niet meer zo geliefd in Ierland. Naast Declan Rice hebben we Robin van Persie. Kwam van Feyenoord naar Arsenal. Speelde daar 9 jaar. Kwam in zijn prime bij Arsenal. Won daar de gouden schoenen in zijn laatste jaar. En gaat naar Manchester United. En deze club heeft bij rivalen gespeeld alsof het hoeren waren. Bij Inter, bij AC, bij Barça en Real. Maar toch is hij best wel nog geliefd bij de meeste clubs. Misschien omdat hij elke keer een periode tussen zat. Wolne is echt de grootste rat in deze team. Deze man was toen de tijd voor Barcelona fans hun idool. Ballon d'Or winnaar, club captain. En wat doe je? Je gaat een transfer maken direct van Barça naar Real. De loyaliteit is toch heel ver te zoeken deze dagen, mensen. De eerste Classico die hij ook speelde, kreeg hij gelijk een varkenshoofd naar zich toe gegooid toen hij een corner wou nemen. Bruh. En terecht, jongen. Vieze, vuile. En we gaan door. Op de rechtsbuitenpositie hebben we natuurlijk Steven. Van Feyenoord naar Ajax. Echt. Als Ajax-fan vind je het heerlijk. En als Feyenoord-fan kan je hem wel neer. Zou je hem wel poffert op zijn hoofd willen geven. En hier is het dan mensen, de grootste verraders in de voetballerij. Zo gaan we figureren, zeg maar. Knijt eraf vallend, heel mooi. Zo. Nou, die vieze ratjes mogen mij eens laten zien waarom ze zulke transfers moeten gedaan hebben. Oké, eerste pot. We moeten gelijk even hem goed wegzetten. En dit is er echt. What the fuck? Oh ja, dat was ook raar. Ik mag mijn clubnaam mag niet Earth Apples heten. Ik moest net mijn clubnaam veranderen. Nu heb ik mijn clubnaam veranderd naar Obi-Wan Iwobi. Oeh. Kom op. Oh, ik wou zo hard naar die ander, maar dit vind ik ook heel goed. Come on, Steven. Lekker, jongen. Ja, dag. Oh, fuck jou. Oh mijn god, pak hem dan af, jongen. What the fuck, jongen. Hond.
vies, vuil mannetje. Beter van Persie eruit moeten halen. Jezus, ik heb die guy nog in één keer gezien. Yes! Come on! Lekker, Ronaldo! Yes! Oh, wat vind ik het lekker om van deze guy dit zo om te draaien. Godverdomme. Yes! Oh, wat een bevalling al dat eerste potje. Fucking hell. Ross Red Barkley beloofde trouw aan Everton. Volgende dag stond hij bij Chelsea in de kleedkamer. Loyaliteit is ver te vinden, zei ik al. Wat moet ik nou met zulke soort teams, jongen? What the fuck? Lekker! Dat is de Lima die je kent, hot city day. Ik snap. Oh ja, dacht, wat is dit voor bal dan? Dat lijkt wel toch? Yes! Hij was op Vigo bedoeld, maar dit is ook goed. Come on! Oh, niemand houdt die tyfus Kilian bij. Fuck! Fuck! Yes! Come on! Lek Vigo! Godsamme, een belangrijke goal. Goed afgemaakt van hem hoor. Bam! Yes! Nee, what the fuck, jongen! What the fuck, ik zet niet... Ja, dag! Hé, hey, ik loop naar hem toe! What the fuck, ga je me nou niet laten dan? Nou, donder toch op, joh! Echt waar, als hij nog gaat scoren nou, jongen. Kom op, Declan! Je kan toch maar niet... Oh! Oh mijn god, jongen! Wat gebeurt er nou in één keer? Waarom gaat dit potje opeens zo raar nou doen? Acht... oh mijn god, achterlijke fucking debiel, jongen. Ik probeer het onder controle te houden. Komt hij nog voor ook? Tjonge, het is toch niet te doen zo? Ga door. Waarom stapte ik in met Campbell? Ik ben echt slecht aan het spelen, man. Ja. Yes! Fuck jou, jongen! Oh, kom op, man. Probeer rustig te blijven, man. Probeer onder controle te houden. Het spel, jongen, dit doet echt fucking lijpe dingen in mijn hoofd, man. Fuck! Kijk! Oh. Fuck, ik kan niet mee, man. Yes, come on! Pompen er zoveel geld in of heb ik zoveel ongeluk? Die Desai, jongen, die vreet iedereen op. Dat is... Boom! Lekker, Jack! MVP, motherfucker! 5-star week food, bam!
Lekker Jack. Yes, lekker Jack. Lekker Jack. Godsamme, je twist en je turnt weer echt goed, jongen. Gisteren draaide je als een zeecontainer en nou is het weer... Come on! Oké, kom op jongen. Lekker doorgaan zo. Dat momentum moeten we vast blijven houden. Want anders gaat het weer helemaal naar de tyfus. Obi-Wan Iwobi voor de win. Kom op. What the fuck, weer zo'n team. Al die spelers van hem, die vreten mijn spelers gewoon op. Gewoon letterlijk. Gewoon, ze beuken hem aan de kant, ze vreten hem op. Ah joh, hey, dit is echt niet normaal. Booyah, come on! Yes, come on! Lekker jongen! Godsamme goede aanvallen opeens, what the fuck? Yes! Declan, je bent verdedigende middenvelder, waarom shock je terug? Kom op Declan. Fuck! Ze shocken terug jongen! Nee! Weer niet! Who the fuck? Wow, penalty, oké, maar what the fuck? En waarom mag ik niet scoren? En ik mis een penalty. Dat meen je niet, jongen. En deze mis ik ook. Wat gebeurt er dit potje? Ik word echt niet goed, hoor. Dit potje is niet te doen, man. Hoeveel kansen heb ik nodig? En hij komt er zeker weer één keer doorheen met fucking... Wauw. Ja, wauw. What the fuck, we stoppen in één keer allemaal met... Hey, we scoren er eentje. Hoe is het de fuck krijg ik mijn geld niet terug? Ik moet eerst één keer met dat geld gespeeld hebben voordat ik terug mag hebben. Maar ja, dan is het waarschijnlijk al op, hè? Yes! Come on! Terugrennen! Nee, het is zo jammer dit. Kom op. Ah, hij scoort hem gewoon. Oh man. Jongen, het is zo fucking jammer dit. Nou, pakketjes! Wat zou erin zitten? Is dat wat goed? Volgens mij was het Navas de hoogste. Zou je net zien dat ik die dan deze week krijg, weet je wel. Badabing! Badaboom! Kijk, zie je? Krijg ik nou weer de hoogste. Nou joh, kan ik slechter? Dit had hij wel een punt. Oh, waarom doe ik hem nou wel? Godverdomme. Mexico, goalkeeper. What the fuck?
Nou, die kunnen ook allemaal... Yep. Het pakket, wat is het dan? Zit er wat in? Wat is het dan? 86 Spaans Busquets. Oh nee, Rodri. Wauw. Yeah. Come on. Lekker. Ja mensen, ik was de outro even vergeten. Ik was er helemaal klaar mee. Wat een klote weekend was het. Weer niks gepakt. Vreselijk 10 meter spelen. Ik heb alles snel verkocht. Ik was er helemaal klaar mee. Desalniettemin wil ik jullie weer onwijs bedanken voor het kijken. Mocht je deze video dan leuk hebben gevonden, vergeet vooral niet even te liken en te abonneren. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Ciao, adios, doei!